Dames en heren, welkom terug bij E-Divisie. Dit is nog steeds speelronde 33 met NEC tegen AZ, oftewel Romano Jansen tegen Aristot Ndoudou. Van E-Divisie. Mijn naam is René Treur en ik mag live verslag doen. 33 man. Van AZ tegen NEC. En dat zijn natuurlijk Aristot Ndoudou en Romano Jansen. Succes mannen. En dit zijn de teams. Prachtige teams. Anthony, Marshall, Jamie Vardy op de flanken bij NEC. Romano Jansen. De lekkere, snelle flankspelers. En het team van AZ ken ik inmiddels natuurlijk bijzonder goed, want ik heb van AZ al een paar wedstrijden mogen doen recent. Onder andere de 1-2 tegen Ajax. En vorige keer was het weer bijzonder ongelukkig, dat was tegen FC Twente, Jamie van den Boogaard. En die ging met 0-1 ter nauwernood verloren, met een gelijkmaker eigenlijk net voor tijd, of in de laatste minuut. Maar die werd afgekeurd wegens buitenspel van Gareth Bale, die daar uitgleed en vlakbij lag waar de bal het doel in verdween. Volgens mij raakte die hem niet eens aan. Had hij daar niets mee te maken. Aristot was best boos toen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Kijk eens wat een heerlijk middenveld, joh. Özil. Bij Nijmegen in de basis. Nijmegen Eendracht combinatie. Benieuwd wat er gaat gebeuren vandaag. Beide spelers staan er redelijk goed voor. Romano Jansen staat op een 10e plaats met NEC Nijmegen voor deze speelronde. Op de 7e plaats nog steeds Aristot Ndoudou. Maar hij had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen door van Twente te winnen en weer de top 5 binnen te stormen. Dat is dus niet gebeurd. Wie weet, vandaag vindt hij weer aansluiting bij het kopgroepje. En hij komt in ieder geval een stuk beter uit de verf in de eerste 10 minuten dan toen tegen Twente. NEC zit lekker in de flow. Romano Jansen heeft een paar overwinningen behaald de laatste tijd. Hij verloor van Ajax met 0-1 ter nauwernood. 3 weken geleden. Maar daarna volgden overwinningen. Onder andere de 2-0 tegen FC Twente. En 4-2 tegen Danny Hazenbroek van Excelsior. Wat dus ook gewoon een top 5 speler is. Prachtige vrije trap net om de muur gekruld, net langs de verkeerde kant van de paal achter. En dan is het een doeltrap voor NEC, Romano Jansen. Aristot, die trouwens wel heel knap won recent van Brian Hessing van Heracles Almelo. Dat was 2 weken geleden. Dat was ook cruciaal voor de afloop van de E-divisie, want Dani Hagebeuk werd daardoor kampioen op dezelfde dag dat hij won van Heerenveen met 4-0. Niels Christus. Verder was er de weken daarvoor. Oeh, een hele gevaarlijke kans. Een hele grote kans nu voor AZ. En daar is de 1-0 voor Aristot Ndoudou. Die staat op 1-0 tegen NEC. Romano Jansen na een pijlsnelle aanval. Met een heerlijk steekballetje. Precies zoals hij dat zo vaak doet. Op snelheid uitbreken. En ik zat er eigenlijk nog nauwelijks klaar voor en het eerste doelpunt valt al. 10 minuutjes gespeeld. NEC dan volle bak in de tegenaanval natuurlijk. Prachtige beweging daar achterstand. Ben Lang speelt in op zijn spits en die gaat uithalen met Anthony Marshall. Die wordt naastgeslagen. Dat wordt dan wel een corner voor NEC. Iets te ver richting de eerste paal. Waardoor de hoek te lastig werd om goed in te koppen. En die keeper die kan hem makkelijk oprapen. Ndoudou in balbezit. Ndoudou die hier zijn spits inspeelt. Lastig te zien voor mij. Aangezien de spelers ver voorover zitten gebogen. Die gaat de corner hier nemen. Kort is een optie. Gareth Bale ingespeeld. En de hoge bal richting tweede paal. Heel gevaarlijk. Daar goed ingekopt. De keeper die slaat hem achter. En dan NEC terug in de verdediging gedrongen. Wederom Gareth Bale. Dit keer Lang. En daar kopt hij hem meteen in richting Langehoek. Waanzinnig begin van Aristot Ndoudou. Van AZ Easy Visualize. Prachtig hier. Richting Langehoek. Even de replay. Keurig met Ronaldo.
En wat een lekkere goal. Zo heeft het Barcelona-Real Madrid duo alweer gescoord voor Aris tot Nuno binnen een half uur. Suarez en Ronaldo op het scorebord. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Ronaldo aan de zijlijn. Wordt er overheen gewerkt door Romano Jansen met een verdedigende actie. Maar altijd nog balbezit dus voor AZ. Dat gaat op zoek naar meer. Dat is niet tevreden met 2-0. Want Aristot Ndounou wil graag laten zien hoe goed hij is. Hoge voorzet. Komt er niet aan te pas. En zo een eerste helft die compleet omgekeerd is aan het gevoel wat de spelers de laatste tijd hebben gekregen van hun wedstrijden. Want het gaat bijzonder moeizaam voor Aristot Ndounou. En die levert hier knullig in bij de spits van NEC. Die weet daar niets van te profiteren door goed verdedigend werk. En een mooie beweging meteen voor Aristot Ndounou. Die zich niet van de wijs laat brengen door die actie. En een prachtig afstandsschot. Oh, wat gaat hij er lekker in. Leek wel dwars door het midden. Maar die keeper die kan er niet aankomen. Ruim buiten de 16. Metertje of 25. Gewoon die trekker overhalen als je de ruimte ziet. En wat zit hij er fantastisch in. Binnen het half uur 3-0 voor AZ. Aristot Ndounou. Kijk eens even wat een lekker schot. Er zit genoeg curve aan. Die zit veel verder naar de kruising als ik dacht te zien. En dan is hij ook onhoudbaar voor de keeper inderdaad. NEC, Romano Jansen. 19 jaar oud. Zo goed bezig dit E-divisie seizoen. En hij zat lekker in de flow hoor. Twente en Excelsior aan de zegenkar gebonden. Heel goed resultaat behaald tegen Ajax. Maar ja, dan komt vandaag AZ op bezoek. Aristot Ndounou, die heel goed bezig is. Oh, hoe zit hij erin? Ook van 25 meter richting de lange hoek. Binnenkant paal en hij slaat aan de andere kant tegen het zijnet. Wat een waanzinnige goal met Pogba. Niet normaal dit. Kijk eens even. Terugleggen. Ruimte zien en uithalen. Oh man, man, man. Of wat de watertanden. Heerlijk. 4-0 nu. Tweemaal Ronaldo, eenmaal Suarez en eenmaal Pogba. En binnen een helft is deze pot gespeeld, zo lijkt het. Want Romano Jansen die kan hier toch niet van terugkomen. NEC, hij gaat het wel proberen. Maar daar de overname van AZ. Alexandro. Goed gespeeld hier van Aristot Ndounou. Hij zal zich gesterkt voelen door die vroege voorsprong. Die vroege 1-0. En zo is die nare smaak van het resultaat tegen Twente weggespoeld. Alhoewel, daar komt een goede schotkans voor NEC. Romano Jansen haalt de trekker over. Wordt naastgeslagen dan. En dan is het een cornertje voor hem. Romelu Lukaku in stelling gebracht. Die kan er niet aankomen. En dan is het AZ. Kijk eens, lekkere combinaties hier. NEC nu in de aanval. Hij rookt net al even aan een aansluitingstreffer. En hij wil dat kosten wat het kost forceren. Het liefst nog voor de rust. Heeft nog 5 minuutjes om dat te bewerkstelligen. Ja, een goede countermogelijkheid voor Romano. Maar die maakt er niet het meeste van. En dan is het Aristot Ndounou weer in de tegenstoot. Die op zijn beurt goed de bal vasthoudt. Goed afhouden en dan wachten op de lopende man. En die is daar. Oh, bijna de 5-0 net voor rust. Waanzinnig. Het gaat van een leien dakje bij AZ. Mijn stem overleeft dit niet. Bal is over de lijn inworp. En wat een pot. Maakt zich wellicht al op voor een schot. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Romano Jansen. Op links nu los. Heerlijke boogbal. Kan hem net binnenhouden. Die gaat met Anthony Marshall proberen die voorzet te geven. Nee, sterk nog, hij gaat dribbelen. Hij speelt hem laag het strafgebied in. En oh, boogballetje over de keeper heen, maar ook over het doel. En zo blijft het 4-0 in de eerste helft. Blessuretijd is al ruime tijd onderweg. Heerlijk steekballetje van Aristot Ndounou. Wordt even aan het shirtje gepakt. Heel slim. En de keeper kan rustig de bal oprapen. Özil bereiken. En wellicht nog één laatste kansje voor de rust. Gaat die er nog komen? Nee, in de kiem gesmoord. En als Aristot Ndounou geen gekke dingen doet nu, dan gaat hij de rust in met een 4-0 voorsprong. Wauw, kijk eens even. 6 schoten op doel, 4 goals, bijzonder doeltreffend.
bijzonder scherp. En die twee heerlijke afstandspoeiers getuigen van het feit dat Aristot Ndounou vol met zelfvertrouwen zit. Doet hier wat wisselingen. Heeft de vliegensvlugge Mane rechtsvoor. Ronaldo op links. En die duivelse Pogba op het middenveld. Wat een heerlijke speler. Niet voor niets de duurst betaalde speler ter wereld qua transfersom op dit moment. Er is sprake van dat dat verbroken zou kunnen gaan worden. Maar eens even kijken of NEC terug kan komen in de wedstrijd. Een heerlijke combinatie. Hier strafgebied in, hoog voorgeven. Maar ver voorbij het doel. En over de zijlijn. AZ nu. Kunnen ze onder de druk uitkomen? Dat kan Aristot Ndounou zeker. Die is op links helemaal los met Ronaldo. Ronaldo speelt in op Gareth Bale. Aardige combinatie tussen de Madrid-mannen. En Ronaldo gaat voor zijn hat-trick. Krijgt hem niet. En dan is het Mane op de rechterflank. Maar over de achterlijn gewerkt. Wel een corner natuurlijk. Kans bij de eerste paal. En dat is weer Ronaldo. Zijn derde treffer van vandaag. Een hat-trick voor Ronaldo. En prachtig ingekopt. Die keeper die ziet daar niet goed uit voor NEC. Heel bijzondere wedstrijd. Aristot Ndounou is zo waanzinnig scherp met zijn kansen vandaag. En hij creëert er een stuk of zes. Maakt er vijf af. En vooral zijn afstandsschoten en hoekschoppen zijn dodelijk. Die dode spelmomenten. Goed gespeeld, Aristot Ndounou. Hij kan nu rustig achterover leunen en wachten tot de ruimte ontstaat in de verdediging van Romano Jansen. 20 jaar oude Katwijker van AZ. Die weert zich als een leeuw om die vieze smaak van dat 0-1 verlies tegen FC Twente weg te spoelen. Hier komt de corner. Wederom alles AZ wat de klok slaat. Aristot Ndounou. Hij heeft alle ruimte natuurlijk nu om te zoeken naar het uitbreiden van de score. Aangezien er volop de aanval wordt gespeeld door Romano Jansen. Die hier ruimte heeft voor een counter wellicht. Zoekt die linkerflank. Daar is inderdaad wat ruimte. Even kijken of hij zijn manschappen in stelling kan brengen. Is Martial los. Op links wellicht Pogba. Nee, gaat voor het schot zelf. En dat is niet goed genoeg. Aristot Ndounou van AZ met Abate achterin. Interessant. Goede overname NEC. Kan hij het nog spannend maken? Dat lijkt er niet meer op. Nog 25 minuten te spelen. En het staat nog altijd 5-0. Wellicht wel ruimte hier om de gelijkmaker of om de 0 van het bord te schieten. Kopballetje bij de tweede paal. Daar geen ruimte voor de schotkans. En weer een corner voor NEC. Romano Jansen probeert die druk op te voeren. Probeert in ieder geval van die hatelijke nul af te komen. Hij wil graag scoren. Een eretreffer. Maar gaat het hem gegund zijn? Of gaat Aristot Ndounou hier zout in de wonden strooien? Gaat hij hier op weg naar meer? Prachtige beweging, maar te doorzichtig. Ingegrepen door NEC. De overname rond de middenlijn. Ingeleverd. Knullig. En dan gaat Ndounou er weer vandoor. Dit kan een kans worden. Dan gaat Ndounou op zoek naar nog meer doelpunten. En hij heeft ze al gekregen vandaag. Uit alle hoeken en standen. Prachtige beweging. Kijk eens even vanuit een hele moeilijke hoek. Hij denkt als alles lukt, waarom dit dan ook niet? Maar dat gaat niet zo makkelijk. Jansen. Jansen met de steekpaas op Anthony Martial volgens mij. Lastig te zien voor de vier. Het is weer AZ in balbezit al snel. Een balletje over links. Zelfs dat lukt om die binnen te houden. En als dat allemaal goed gaat, ja, dan is het zo'n dag. Dan is het zo'n dag dat ze erin vliegen. Inworp AZ wederom.
Romano Jansen komt niet meer onder de druk uit. Aristotle Ndounou die recent nog een 2-tegen-2 toernooi won, ongeveer een maand geleden, met zijn maat Levi Vinken. In de jaarbeurs al in Utrecht, het Pro Players toernooi op Dutch Comic Con. Ik was daar zelf ook als commentator, weer zo'n afstandsschot. Verraderlijk, maar dit keer niet raak. Goed verdedigd. Oh, die uitworp gaat niet helemaal volgens plan. Behoudt wel balbezit van Romano Jansen. Romano Jansen, NEC, probeert nog altijd. En hier is de ruimte, Anthony Marshall. Oh, geen ruimte voor het schot. Toch bijzonder goed verdedigd door Ndounou met zijn AZ. En die dan meteen de bal wegpeert. En over de zijlijn voor een inworp voor NEC. Geen 10 minuten meer te spelen. En dan de combinaties van NEC net buiten strafschopgebied. Lekker gespeeld hier, afstandsschot. Maar bij hem lukt dat dan weer net niet. Zoals dat bij Aristotle Ndounou wel steeds goed ging. 87e minuut en dit kan dan toch bijna niet meer fout gaan. Want Excelsior werd ver teruggekomen. Nainggolan. Via Beel krijgt hij hem terug. Maar komt niet door de verdediging heen. Sadio Mané. Dus voor AZ. Is los. En wat is hij snel. Hoge voorzet. Die wordt gekraakt en gaat recht op de keeper af. Goed opgeraapt. NEC. NEC verliest de bal net over de middenlijn. Herovert hem weer en brengt aan Anthony Marshall volgens mij. Via hem krijgt Özil de bal. Bailly zit er niet goed tussen. Ik wou zeggen goed tussen, maar uiteindelijk toch balbezit voor NEC. Lekker overstapje door het poortje van die AZ-spits. Ronaldo. Goeie combinaties. En daar is het eindsignaal. Een hele mooie overwinning voor Aristotle Ndounou. Romano.